Goedendag en welkom bij het woordvoeringsprogramma van het kabinet van de president. Ondanks grote uitdagingen en crisis, zowel nationaal als internationaal, is de regering standvastig gebleven in haar visie op duurzame ontwikkelingen en structurele aanpak. Belangrijke resultaten zijn vastgelegd in een boekwerk en gedeeld met de samenleving. Op 16 juli 2023 is het 3 jaar geleden dat de regering Santokki Brunswijk het roer overnam. Bij hun aantreden troffen ze het land in een ernstige financiële economische crisis aan. Met prudent beleid heeft de regering echter een positieve verandering teweeggebracht. President Santokki benadrukt dat dit resultaat is behaald door hard te werken en het uitvoeren van belangrijke plannen zoals het herstelplan en het IMF-programma. Het overleg met verschillende maatschappelijke organisaties, vakbonden, bedrijven en andere functionele organisaties heeft bijgedragen aan deze vooruitgang. Hierdoor heeft Suriname zijn respectabele positie in de internationale gemeenschap herwonnen. President Santokki benadrukt dat de regering een nieuwe aanpak hanteert, strakker, doelgericht en gebaseerd op ervaring met eerdere uitdagingen. Het doel is om Suriname te redden op een duurzame manier. Het beleid is nu structureel en planmatig verdeeld in fasen. Deze aanpak heeft resultaten opgeleverd met Suriname, die internationale erkende macro-economische parameters heeft behaald en een economische groei van 2,3% volgens het IMF. Deze vooruitgang is echter niet zonder offers tot stand gekomen, maar het heeft meer ademruimte en financieringsmogelijkheden opgeleverd. De regering zal zich nu volledig richten op de burgers met meer financiële verlichting en investeringen in woningbouw en landelijke projecten via public-private partnerships. Sociale uitkeringen en koopkrachtversterking zijn al verbeterd en de focus ligt op armoedebestrijding, veiligheid, gezondheidszorg en woningbouw voor Surinamers. President Santokki is optimistisch en gelooft dat met hard werken een mooie, sterkere toekomst voor Suriname mogelijk is. Het zal goed komen met Suriname. Vergeet niet om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en initiatieven vanuit de regering door ons te volgen via de verschillende kanalen. GovTV kanaal 8.3, de CDS Facebookpagina, de boodschapwebsite op cds.gov.sr en de Facebookpagina van de president.